ging het moeilijk vandaag? Alles. Ja, in het moment wij spelen niet goed. En ja, iets moeilijk. Iets alleen om te winnen. Maar wij spelen niet goed en het was een heel moeilijk wedstrijd. Voetbal is oogt in ieder geval makkelijker als je fris bent. Maar het oog niet meer fris. Wat is de belangrijkste reden? Ja, ik denk is niet het juiste woord fris. Ik denk nu is mentaal een beetje. Wij hebben weinig confidence. En, ja, maar wat ik zeg, het meeste belangrijkste is dat wij winnen. En ja, deze. Maar wij moeten spelen beter. Want confidence, vertrouwen, wat je bedoelt, dat is natuurlijk een beetje weggeslagen door de uitschakeling Champions League in die bekerfinale. Ja, altijd deze twee is mentaal, speciaal voor Champions League. Altijd was heel belangrijk voor ons en deze geeft jouw boost in de ploeg. En deze, ja, ik heb gevoel dat de ploeg disappointment. En teleurstelling. Teleurstelling. Ja, en, ja, maar wij moeten gaan wij moeten kampioen worden. De penalties. Wat is er aan de hand met je penalties? Ja, ik moet maken doelpunt. Dan is het meer makkelijk om te spelen, maar was niet goed. Oogde twijfel. Ja. Ja, was niet goed. Ik moet maken doelpunt. Haller is ook een goede penaltynemer. Is de volgende strafschop voor hem of voor jou? Ja, wij kijken, geen probleem. Wie overleggen? Wij moeten maken doelpunt. Deze is het meest belangrijk. Dat snap ik, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook belangrijk wie hem dan uiteindelijk neemt. Ja, ik wil altijd verantwoordelijk zijn. Ja, en ja, geen probleem voor mij. Want verantwoordelijkheid nemen kan ook betekenen, ik geef hem aan iemand anders. Ja, geen probleem. Wij moeten maken doelpunt en Ajax moet winnen. Je wint hem uiteindelijk met 1-0 in de slotfase. Belangrijke rol voor Bobby, andermaal. Dat leidt dan tot blijdschap en opluchting, denk ik, in de kleedkamer. Ja, Bobby is een heel goede speler en was goed. Hij is heel sterk, snel en hij weet hoe hij moet doelpunt maken. En iets extra wapen en ja, iets goede doelpunt. Hoe matig een wedstrijd ook kan zijn, je wint hem. Kom je daarmee over een doodpunt? Is dat toch weer iets waardoor je het zelfvertrouwen weer kan vergroten? Ja, naar beker. Wij weten, deze is een moeilijke wedstrijd. Hetzelfde veld was niet zo goed om te spelen, maar onze spel was zelden niet goed. Het meeste belangrijk, wij wonen, maar wij moeten kijken en wij moeten onze spel maken beter. Succes erbij. Dankjewel.